Hallo Crash van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Pokémon Tijd. De volgende aflevering ben ik hier gebleven, maar we hebben nu in ieder geval de vrijlatingsruimte en de kapel in een groepsruimte hebben. En volgens mij, ja, we hebben ook isolatiecelletjes, zoals je kunt zien. En ik heb een beetje de gevangenis ook een beetje mooi aangekleed. En deze aflevering wil ik sowieso de overheidsbeveiliging gaan doen en misschien deze drie. Moet ik nog even kijken of ik daar nog tijd heb. Oh ja, en ik wil nog even de cellenblokken even gaan uitbreiden. Dat moet dan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus daar ga ik waarschijnlijk gewoon eerst mee beginnen. Dus laten we daar maar eens even gewoon de balvakkertjes hun werk doen. Ga ik mooi in de tussentijd eventjes hier gewoon alvast op meer ruimtes dus te bijtekenen voor de... wat ze retten. Ik denk zo groot. Dan hebben we nog een keuken. Nou, de keuken die hebben we die al. Dus dan ga ik hier nog een schoonmaakkast bijzetten. Zoiets. Dan kunnen ze daar ook nog een mooi bezig. Dan moet ik even kijken. Nou, de keuken dat moet wel goed komen, want dan kan ik nu al aftekenen. Oh ja, we hebben binnenkort ook nog even wat klaslokalen nodig. Nou, dat komt dan wel. Nou, is er iets unlocked zoals jullie kunnen horen? Dat is wel fijn. Waarom gaan jullie helemaal daarin? Geen idee, ja, het zal wel. We zien, had ik al schoonmakers. Ah ja, ja, die had ik al. Er wat meer artsen aan hebben, denk ik. Ik wil iets op 10 aan. En 20 bewakers. Oh ja, we hebben ook natuurlijk nog een personeelsruimte nodig, volgens mij. Had ik die al? Oh ja, nee, die had ik toch wel. Nee, oké, okay, top. Bezoekersruimte hadden we al. Vrijlating hebben we ook. Ja, dan hebben we het op zich wel. Oh ja, even een ingangetje maken. Dus we gaan hier gewoon even een aantal personeeldeuren van maken. Maar ja, dan moet het natuurlijk ook... Oh god, niet alweer. Dat is niet de keuken. Ah. Sick. Ja, laten we maar eens even wat sprinklers hier aan installeren, lijkt mij. Ja, dat was ik dus helemaal vergeten om neer te zetten. De sprinklers, wou ik gaan zeggen. Maar zo te zien zijn de gasleidingen en waterleidingen ook allemaal een beetje doorgebrand. Hiervoor. Dus dan moeten we hier ook waarschijnlijk nog even wat sprinters neerleggen. Kijk, hier hadden we een keramische vloer. En wat hebben we hier? Een marktvloertje. Kijk, hier moeten natuurlijk ook wel weer die muren terugkomen. Niet de bedoeling dat ze hier door de muren heen gaan lopen.
Oké. Nou, even zien. Voordat we iets anders gaan doen, gaan we eerst even die sprinklers even aanleggen. Kijk, waar staan die kringen? Sprinkler. Zetten we ze gewoon hier neer en dan moeten we natuurlijk ook wel even de keuken even goed gaan tekenen, want er zitten allemaal wat gaten tussen en alles. Niet de bedoeling. Volgens mij hadden we het daar ook al twee, ja. Oké. Top. Nou, in de tussentijd zal dit wel allemaal klaar moeten zijn. Oh ja, die kan nog makkelijk stroom aan. Die kan zelfs nog wel genoeg hebben voor de... Hoe heet dat ding ook weer? De... Wasruimte ofzo. Hier natuurlijk ook even in het midden. Oké, gewone cel. Dit gewoon mooi even neerzetten. Gaat ons weer lekker geld kosten, maar je moet maar zo denken. Meer geld gebruiken, meer geld meestal ja, binnenkrijgen. Of ja, dat is wel de bedoeling. Het enige wat ik echt zo'n hekel aan heb is die bakstenen muren. Dat weten jullie waarschijnlijk ook wel ondertussen. Zo, dan kunnen we wat meer zien. En hier, hoppakee. En natuurlijk weer hier, overal weer van die celletjes neerleggen. Neerzetten zelfs. Oké, en dan alleen hierboven nog. Nee, niet zo! Zo. Weg mee. Dat is niet de bedoeling. Wel handig dat je je hoekpunten in de muren wel goed kunt zien. Dus nu zit er allemaal van die wittere punten dan de rest. En dan moet je niet uit de grond test nemen. Kijk, deze muur mag wel weer gesloten worden. Dat dan ook voor de deurtjes. Oké, dat zijn wel genoeg celletjes voor nu. Kunnen we de blauwdrukken alvast even weghalen. Die hebben we natuurlijk ook niet meer nodig. Hebben we natuurlijk wel even de waterleiding nodig. Om het even... verder te laten stromen. Kijk, deze die gaat er gewoon helemaal hier zo'n beetje naar boven. Hier allemaal eventjes van die dingetjes. En dan gewoon hier natuurlijk alweer helemaal. Moet er alleen hier nog even wat aangesloten worden en dan is het helemaal prima. Het enige wat nog niet prima is, is de bakstenen muurtjes. Daar word ik niet heel erg blij van, maar dat komt zo wel weer wanneer alles klaar is. Ik eerst maar eens even die... neergeleggen. Zo te zien had ik dat nog niet overal gedaan.
Oké. Lekker weer. Ouwe. Oké, weet je wat ik ook even ga doen is. Oh wacht, hier ben ik nog even die vloertjes vergeten. Maar hier wil ik ook nog even een metaaldetector neer gaan zetten. Als ze naar de cellen gaan, dan willen ze in ieder geval nog even één keer goed gecheckt. Waar zit het eigenlijk allemaal op te typen? Kleren, hygiëne en alcohol. Nou, kleren en hygiëne, dat moet wel goed komen, denk ik. Even, ja. Hier ga ik geen metaaldetectors neerleggen. Halverwege omdat we dat nu namelijk al richting hun celletjes allemaal al hebben. Dat scheelt ons in ieder geval een bult aan stroom. Dat is de voornaamste reden dat ik dat ook doe. En waarom zijn jullie hier nog even C? Zal er aangesloten moeten worden, ja. Kijken, hier hadden we een mozaïek vloertje voor, denk ik. Ja. Dan leggen we dat ook alvast eventjes aan. En dan ga ik nu eens even beginnen met die verdomde bakstenen muren. Helemaal niet goed van woord. Oké, zo, zo en hop. Nee, niet daar. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik vraag me alleen nog waarom dit niet wil. Zes gevangenen kunnen geen cel krijgen, en waarom? Mij was. Misschien hebben die wel gewoon een minder groot cel nodig of zo. Dat kan natuurlijk. Misschien moet ik dat de volgende aflevering maar doen. Gewoon even wat minder grote cellen. Of van die piepkleine celletjes of zo. Ik weet niet, misschien volg ik het nog wel even uit. I don't know. Dat is wel irritant. Als je bijvoorbeeld een hele rij stenen muren hebt en je wil graag één stukje verwijderen, en je klikt op rechter muisknop, dan wordt gelijk alles verwijderd. Dat is een beetje irritant. Dat is niet heel erg fijn. En ik denk dat we nu deze filamentjes eventjes richting de. Om dat kunnen doen. Makkelijk. Makkelijk. Oké. Dan ga ik nu eventjes dit regelen. Met natuurlijk een pettenlichtstoertje. Iemand is weer idioot bezig hier. Oh nee, misschien hebben die mensen die nog een celletje nodig hebben. Misschien hebben die wel eentje nodig voor
Omdat hun kinderen hem of zo. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Kan natuurlijk, want ik heb natuurlijk een vrouw gevangen. Dus ik heb geen mannen gevangen. Is dat allemaal niet nodig is. Maar dat lijkt me wel logisch. Dus ik denk dat ik dat de volgende aflevering dan ga maken. Gewoon een kleinere cellenblok. Met iets van 20 celletjes erin. En dan een slaapzaal. Of nee, hoe heet dat ding? Kijk, ja, de gezinscellen die wil ik dan regelen. Plus de kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf vind ik al een mooi dichtbij. Dat wil natuurlijk niet zo'n verre afstand van de rest te zijn. Oké, deze moet nu gesloopt worden. Voorwerp mag ook weg. Oké, ga ik hier de deurtjes alvast inklikken. Oké, dit wordt als wasruimte en zo. Schoonmaakhok. Dus die mogen we dan gewoon normale deurtjes hebben. Ik vind ook wel dat ze dat een beetje een normale vloertje van mij mogen hebben. Deze opleiding die leg ik gewoon helemaal voluit, helemaal naar deze muur toe. Oké, eens even zien. Hier komt dan de was. En hier de schoonmaakkast. Oké. Nee, dat is niet de bedoeling. Eerst moeten die muren even helemaal dicht zijn. Wanneer gaat dat laatste stukje even. Waarom? Huh? Ik zweer het je. Deze game heeft af en toe echt van die bugs. Dan wil ik er een muren maken, maar dat doen ze dan gewoon niet. En waarom? I have no fucking idea. 33 banen. Immer. Oké, nu de dingen. Even zien. Mogen allemaal van die strijkplanken. Hier ook nog een aantal. Zoiets, denk ik. Zetten we in één hoek de vastbanden neer. Die zitten zodra ik toch weer verspreid over de gevangenis. Dus dat maakt het op zich. Mijn god, die uit, waarom klik ik een prinebank aan? Die heb ik helemaal niet nodig. Ik kan ze alleen maar even zo neerzetten. Ik kan ze niet opdraaien, helaas. Dat had fijn geweest kunnen zijn, dus dan moet ik dit even weghalen. Dus dan teken ik het gewoon vanaf zo. Nou, tot aan hier. Kijk dan, ze nemen al die wasbanden weer gelijk mee. In de kant van mooi. Oké, maar die wasmachines die gaan nog wel heel veel stroom vragen. Hopelijk gaan de stoppen die niet uitspringen, want het zal wel een beetje kloten zijn. Kom op, gaat hij dat houden? Huh, nog wel. Steve. Oké. Ja, dat houdt u makkelijk. Mooi. Top joppie saus. Deze die leggen we gewoon even tot daar aan neer. En dan zetten we deze voor mooi zo neer. En dan kan ik gelijk dit even zeggen dat het zo moet. En dan kunnen we dan de volgende aflevering doen de overheidsbeveiliging cijfer regelen. Dan heb ik deze dan voor. En dan kunnen we gelijk even nog een subsidie erbij aangooien. Hervorming door onderwijs, ja, dat moet ook.
Oké. We maken in ieder geval weer wind. Buitenlandse belastingsparadijs, ja, top. Gelijk die thesis even regelen. Kleine cellen ook alvast. Ik wil even een advocaat voor hebben. Een avocado. Oké, dat is ook volgens mij alles wat we in principe nodig hebben voor kantoorgericht. Ja, we hebben er maar 6. Top. Dus iedereen heeft nu eentje. Hoofdbeveiliging is even weg. I don't know waar die naartoe is, maar dat maakt het op zich ook. Ja, misschien is die pauze houden. Oké, we gaan gelijk even de gedeeltes even een beetje alles aanpakken. Slapen mogen ze 1 uurtje eerder. Werken vrij tijd. Nee, werken of opgesloten. Ja, dat moet worden aangepakt. Oké, ze moeten 1 gedeelte van de dag moeten ze gaan werken. Of ze moeten opgesloten zitten. En een andere tijd van de dag moeten ze gaan. Of dan hebben ze gewoon vrije tijd. Oké, hoe zit het met de behoeften? Oh, dat valt toch wel mee. Familie en hygiëne staat op het moment een beetje hoog. Dat zal nog wel goed moeten komen, denk ik. Ja, dat moet sowieso wel goed komen, denk ik. Oh ja, behoefte personeel, waar hebben we nog een beetje last van? Voeding. Oh, het valt wel mee. Erg het gewoon afgaat. Misschien daar kan ik ook altijd weer de warmte zien. Ik heb zo ook altijd zo'n optie van. Waar staat hier de warmte? Temperatuur. Ja, daar is het natuurlijk heel hoog. 14 graden. Misschien een aantal radiatoren die hier neerzetten. Hierheen. Dan hier een keertje, eentje, hier een. Nou, nee, dat. Dan zetten we daar gewoon eentje neer en daar een. En dan nog daar eentje. Blijft het wel een beetje lekker warm daar. Oké, maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Volgende aflevering ga ik dus de kinderdagverblijf en de gezinscelletjes maken. En dan misschien nog de ondertrainers en gewapende wakers toe laten wijzen aan een patrouille. Dus ik hoop dat het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal en zie ik volgende keer weer. Later.